Vandaag is RTV bij Concours d'Elegance bij het Paleis Soestdijk. Hier staan een heleboel klassiekers, maar we zien ook de nieuwe ontwikkeling, namelijk de vliegende auto. Daar willen we meer van weten. Naast mij zitten hier Marco van der Bos. Aangenaam. Ja, welkom. En misschien kunt u iets meer vertellen over deze nieuwe ontwikkeling. Ja, met heel veel plezier. Het is natuurlijk een uniek product. We hebben hier een auto en een vliegtuig in één. In dit geval een gyrocopter en een auto. Dat betekent dat je vanaf eigen door tot eindbestemming kan rijden en vliegen. En eigenlijk op iedere plek kan komen. Hij rijdt en vliegt op normale benzine. Ook dat is, maar moet kunnen tanken aan. En naast het rijbewijs heb je ook een vliegbewijs daarvoor nodig. En het is een compleet Nederlands product. Het is de eerste officiële vliegende auto die op de wereld gezet gaat worden. Lijkt me een hele interessante ontwikkeling. Dat is het zeker. Verzekering sponsort jaarlijks de retourtocht voor Engelse klassiekers. Naast me zit Rimmer van Kuiper Verzekering en ik vroeg me af, verzekeren jullie ook klassieke auto's? Uiteraard doen we dat. Voornamelijk op basis van taxatiewaarde, met een WA-volledige casco-dekking. Natuurlijk bieden we ook andere dekkingen. Ja, en ik begreep dat jullie ook voorstander zijn van de persoonlijke benadering, hè? Ja, wij houden ervan om het contact met de klanten persoonlijk te houden, inderdaad. Ja, nou, dat is een goed idee voor de rijders, denk ik.